Boeia! Hallo, welkom bij Board Game Ninja. Vandaag gaan we kijken naar Ticket to Ride Amsterdam. Amsterdam was tijdens de 17e eeuw een van de belangrijkste handelscentra ter wereld. En iedereen kent de grachtengordel en de statige panden wel. Reden genoeg om deze stad en dit tijdperk een eigen plek te geven in het Ticket to Ride universum. Dus zet je handkarren maar klaar en zorg ervoor dat je beter bent in het bouwen van handelsroutes door Amsterdam dan je medespelers. Aan het begin van het spel krijgt iedere speler 16 karren, 2 transportkaarten en 2 contractkaarten waarvan hij er minstens 1 moet houden. Tijdens het spel claimen de spelers routes door transportkaarten uit te spelen en daarmee karren op de plattegrond van Amsterdam te plaatsen. Zodra een speler nog maar 2 of minder karren op voorraad heeft, gaat de laatste ronde in. En de speler die na de laatste ronde de meeste punten heeft, die wint het spel. Als je aan de beurt bent, kun je 1 van de 3 mogelijke acties uitvoeren. Je kunt transportkaarten pakken, een route claimen of contractkaarten pakken. Transportkaarten heb je nodig om routes te claimen. Tijdens je beurt kun je ervoor kiezen om 2 transportkaarten te pakken vanuit de open voorraad of van de gedekte stapel. Transportkaarten zijn er in 6 verschillende kleuren en daarnaast zijn er jokerkaarten die voor iedere kleur kunnen worden ingezet. Pak je als eerste kaart een jokerkaart uit de open voorraad, dan mag je die beurt maar 1 transportkaart pakken. Aan het begin van het spel heb je 1 of 2 contractkaarten gekregen. Op deze kaarten staan 2 locaties in Amsterdam waar tussen jij een doorlopende route moet vormen. Als je een route wilt claimen, moet je het juiste aantal transportkaarten in de goede kleur afleggen. Doe je dit, dan kun je vervolgens jouw karren op de route op het bord plaatsen. Welke route dat is, kun je zien op de contractkaarten die je hebt gekregen, die je uiteraard voor de anderen geheim houdt. Als jij bijvoorbeeld de route tussen de Dam en de Oude Kerk wilt claimen, omdat je daar een contract voor hebt, dan moet je daarvoor 2 oranje of 2 roze transportkaarten afleggen. Je kunt ook jokerkaarten gebruiken in plaats van gekleurde kaarten. Nadat je jouw karren op het bord hebt geplaatst, hoort deze route tot jouw handelsnetwerk. Je krijgt direct het aantal punten van het aantal karren dat je met deze actie hebt geplaatst. Sommige routes zijn dubbele routes, zoals ook de route tussen de Dam en de Oude Kerk. Bij een dubbele route mag een speler nooit beide routes claimen. Als je aan een contract voldoet, dus als je de route die op de kaart staat hebt verbonden, krijg je hiervoor aan het einde van het spel het aantal punten dat op die kaart staat vermeld. Hoe langer en moeilijker de route, des te meer punten je natuurlijk krijgt. Tijdens jouw beurt kun je 2 nieuwe contractkaarten van de stapel pakken. Van deze kaarten moet je minstens 1 kaart houden. Maar pas wel op, want voor elke route die je niet hebt behaald aan het einde van het spel, verlies je de punten die op de kaart staan vermeld. Je kunt ook nog bonuspunten verdienen in Ticket to Ride Amsterdam. Op sommige routes, zoals bijvoorbeeld de route tussen de Jordaan en de Noordermarkt, staan karsymbolen afgebeeld. Als je een route claimt met deze symbolen erop, krijg je een handelsbonuskaart. De spelers met handelsbonuskaarten krijgen aan het einde van het spel bonuspunten op basis van hoeveel kaarten zij hebben ten opzichte van elkaar. Tijdens het spel hebben de spelers al punten verdiend door karren te plaatsen. Aan het einde van het spel worden de punten voor de contractkaarten en de handelsbonuskaarten daarbij opgeteld. De speler met de meeste punten is de winnaar van het spel. Ticket to Ride Amsterdam is een nieuwe telg in de Ticket to Ride familie die zonder twijfel voortborduurt op de sterke punten van de eerdere titels uit de serie, waaronder de toegankelijkheid van het spel. Ticket to Ride is een spel dat je makkelijk uitlegt en vrij snel onder de knie hebt. Het is dan ook zeer geschikt om met kinderen vanaf 1 jaar of 8 te spelen. Hier wordt het zelfs al gespeeld met de jongste van 6 jaar. Die heeft af en toe wel wat hulp nodig bij het zoeken van de routes, maar speelt verder volledig zelfstandig mee. Wat Ticket to Ride Amsterdam een leuke aanvulling maakt op de rest van de serie, is dat je het makkelijk meeneemt op vakantie. Zowel het formaat van de doos als de korte speelduur maakt dat je het zo in je koffer meeneemt en snel tussendoor kunt spelen. Het is sowieso een spel dat zich meer leent voor even tussendoor dan voor een hele avond. Daardoor is het net even anders dan de rest van de serie. De korte speelduur gaat wel wat ten koste van de opbouw van het originele spel. Het spel is meer een race om zo snel mogelijk punten te scoren, maar doordat er op meerdere manieren punten gescoord kunnen worden en vooral door de toevoeging van de handelsbonuskaarten, blijft het spel leuk genoeg en zijn er voldoende mogelijkheden voor iedereen om punten te halen. Ticket to Ride Amsterdam is hier dan ook goed bevallen.
Het is perfect om mee te nemen als we ergens naartoe gaan of als we een keer een half uurtje over hebben om snel iets te spelen. En iedereen kan meedoen.